En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks in zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil ik, is me toch een schuld. Ja, ja, daar gaan we weer. Tegenwoordig lijkt het nergens anders meer over te kunnen gaan. Het leven is duur. Nu zijn zelfs de dagelijkse boodschappen met zo'n 17% in prijs omhoog gegaan. Wat moeten we daar nou mee? Of beter gezegd, hoe gaan we daarmee om? Ja, we zijn wat selectiever met de boodschappen. Zeker voor de kleintjes. We koken 2 dagen... Dat soort dingetjes. Mama, veel mama. Op de markt wat lekkere dingen halen. Mama. Ja. Wil je wat zeggen? Oh. Wij hebben er nog niet zoveel moeite mee. Maar ik kan me indenken dat mensen daar problemen mee hebben. Ja? Wij zijn maar met z'n tweeën. En hebben het nog goed. Maar mensen met gezinnen, die zitten wel moeilijk natuurlijk. Ja. Meer letten op bijvoorbeeld de Albert Heijn. Meer in de bonussen kopen. Schuit in de bonussen kopen. Dat soort dingen. Ja. Ja. Ja, maar eerst had je elke week doosjes. Maar dat doen we niet meer. Nee. Dat hoeft ook niet. Ja. Dat is klaar. Ik weet niet of je er veel mee te maken hebt. Maar de boodschappen zijn zo duur geworden. Heb je daar last van? Nee. Niet? Ik kom niet zo vaak in de winkel. Nee? Nee. Maar je hebt je ouders die je koken nog voor je en zo? Ja, dat wel. Wat zeggen die ervan? Ja, die vinden het ook wel lastig dat het zo duur is. Ja. Ja. Wordt leven wel wat minder leuk, hè? Ja, dat is zonder meer. Maar dat vind ik al heel lang dat het minder leuk is. Ja. Sinds de corona is het echt te genieten eraf, vind ik. Hoe ga je daar nou mee om? Ja. Ik heb het geluk dat ik het kan betalen nog steeds. En natuurlijk kijk je wel een beetje meer naar... Wat kan wel, wat kan niet. Maar ja, het is denk ik ook een beetje zo. Ja, wat doen we eraan? Ja, ik let er wel op. Niet dat ik op de acties fiets of rij. Maar je wilt toch wel nog een keer een leuke vakantie. En dat wordt wel moeilijker, ja. Ik merk er niks van. Hoe komt dat? Eet u niet? Ja, zij betaalt alles. Ja, ja. Ik begreep dat we nou in het programma Merkpraat zitten. Maar Merkpraat is ooit hier begonnen op de markt. Dat is, meen ik, in 2005 of 2006. Dat was de eerste Merkpraat. Daar hebben Geert, onze cameraman, en ik nog aan meegedaan. Te lang. Ik heb één positief verhaal. En dat was gisteren op tv. Dat was een econoom die vertelde dat, alhoewel nu de prijzen 17% duurder geworden zijn gemiddeld, hè, gaan we volgend jaar weer zakken in de prijs. Dus dat is heel prettig om te weten. Fijn dat hij dat weet. Dat ben je al een econoom voor natuurlijk. Ja. Ze willen een ijs. Wil jij een ijsje? We gaan een ijsje halen. Dat is te duur, hè? Dat weet je. 17% duurder. Ja, dat is dan niet anders. We moeten genieten van het leven, hè?